Fitz van der Voort. Vandaag geen trekkers op de weg, maar Gavin Price. Toch een beetje lastig in het begin. Je speelde een beetje oude darts volgens mij. Viel het toch beter? Ja, ja. Ik denk dat ik in fases echt heel goed gespeeld heb. Maar overal gezien ben ik niet heel tevreden over mijn spel. Maar ja, en winnen is een win, weet je. Dat is het belangrijkste. Inderdaad geen tractoren tegengekomen. Dus dat scheelt ook een end. Ze waren allemaal voor mij. Dus ja, mooie bonus. Je geniet er toch extra van, hè? In eigen huis. Voor je eigen publiek. Je vrienden zag ik allemaal in de zaal zitten. Je zoon. Is toch fijn, hè? Nou, zeker. Weet je, als ik dan zie dat je verzadigd raakt door de jaren heen. Omdat ik speel natuurlijk al echt zoveel jaren. En dat je dan in één keer je zoon met zijn vriendengroep zo uit zijn dak zie gaan tijdens jouw wedstrijd. Dan besef ik wel gewoon van oké, soms moet ik ook gewoon meer doen dan dat ik eigenlijk doe. En ook wat ik beteken voor die jongens en ook voor hun toekomst. Er zitten een paar jongens bij. Met Juri Brouwer is echt een hele goede dag. En ik zie hoe hij uit zijn dak gaat. Dat vind ik wel mooi. En dan vind ik ook wel dat ik... daar heb ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Had je dit een beetje nodig? We weten dat je toen naar Wimmer bent gegaan. Heb je de keuze gemaakt van ik ga zeker nog 3 tot 5 jaar door. Zijn dit dan momenten dat je denkt van hier doe ik het toch voor? Dat je die jongens ziet zitten? Maar niet dit toernooi specifiek. Maar als ik zie wat het met mijn zoon en met de jongens allemaal doet. Dan denk ik wel van ja, dat geeft me wel kracht. Weet je? Dan denk ik wel van ja, daar wil ik wel een stapje extra voor doen. En mijn zoon is zo belangrijk voor mij. En ik probeer hem te helpen. Maar dat is allemaal heel nuchter en dat is helemaal heel sec. En als ik dan zie hoe blij hij nu is, dan doet het me dat een hoop. Geef wat meer motivatie voor morgen? Ja, zeker. Zeker. Ik vind het echt mooi om te zien. Weet je, hij zegt altijd wel dat hij heel fanatiek thuis is, maar dat maak je zelf natuurlijk helemaal niet mee. Als je pro toe staat te spelen, leeft hij mee. Hij leeft overal mee, maar dat maak je niet zo mee. En als ik dat dan nu zie, dan doet het wel wat met je. Hoe ga je zorgen dat je morgen de hele wedstrijd die 100 gemiddeld houdt? Ja, als jij het antwoord weet. Dan... Ik wou dat ik het antwoord wist. Ja, precies. Dat wou ik ook wel. Nou ja, ik weet wat ik kan en ik weet ook wat ik niet kan. En het moet allemaal kloppen. En vandaag ook. Ik denk vanaf 2-0 achter gooi ik echt heel goed tot 3-2 voor. En dan valt er toch weer een bepaald verval tussen. En dat moet eruit. Dat je die energie en dat kan opbrengen elke keer. Dat wordt voor mij de crux om bij de beste te horen. En daar zal ik zelf hard aan moeten werken. En dat zal betekenen dat ik er meer aan moet doen. Goed, vindt het heel veel succes morgen. Dankjewel.